Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Zero. Ford C-Max heeft u gevonden. Deze auto hebben we per inruil gekregen. Het is een originele Nederlandse auto met tellerrapport. De kilometerstand is dus gegarandeerd. Hij is altijd bij de vakgarage in onderhoud geweest. Het boekje is netjes afgestempeld. Heb ik al even voor jullie opengelegd. Kunnen we zo even op inzoomen. Dit is de Titanium. Dat is de mooiste uitvoering van Ford. Er zit een mooie frisse blauwe kleur op. Blauw metallic. Mooie spaakvelgen. Onbeschadigd. Vorige bereider is de zuinig mee opgesprongen. Dat kun je zelf van de auto aflezen. We hebben hem technisch ingenomen in onze werkplaats. Hij is toe aan een beurtje, maar voor de rest is hij helemaal goed. Alleen de deurklink is defect. Die is besteld. Dus dat gaan we uiteraard repareren. Interieur is ook netjes. Verkleding bevat geen slijtagepunten. Hij heeft een lederen stuurwiel. Hij heeft cruise control. Multifunctioneel stuurwiel, 4 elektrische ramen en spiegels. Nou, mooi de middenarmsteun. Hij heeft gescheiden climate control. Hij heeft navigatie, telefoonvoorbereiding middels Bluetooth. En hij heeft ook vooruitverwarming. Dus je hoeft niet meer te krabben in de winter. In een paar minuten is de vooruit ontdooid. Mooi op de instaplijsten. Vergroomd. 150.000 kilometer is natuurlijk een mooie stand. Het is de 1.8, dat is een krachtige motor. Hij mag 1200 kilo trekken, daarbij is hij al voorzien van een trekhaak. De auto is net binnen, dus let eventjes niet op de viezigheid. Dat wordt allemaal keurig netjes gereinigd. Er zitten trouwens nog zonneschermen. Keersensoren, achterop ook. Het is de FlexiFuel, wat houdt dat nou in? Deze auto kan ook op bio-ethanol rijden. Dat zul je waarschijnlijk in de praktijk niet gaan doen. Maar hij kan het wel. Wat is het voordeel daarvan? Hij is daardoor zuiniger en hij zal wat minder CO2 uitstoten. Toch innovatief van Ford, toen de tijd al. Mooi ook de extra mat achterin. Witte nummerplaat. Eventueel kun je de 3 stoelen nog demonteren of plat doen. Als je echt veel ruimte nodig hebt. Achterspoorlichtje zit erop. Ja, de carrosserie is keurig netjes. Geen schades of wat dan ook. Nou, de historie is bekend. Ja, en de motor 125 pk, lekker pittig, daardoor FlexiFuel is die zuinig en schoon. Kilometerstand is goed, de historie is bekend. Uiteraard gaan we dit mankementje oplossen voor levering. En dan koop je daar gewoon een mooie degelijke auto aan met een hoge instap. Ben je enthousiast, wil je proefrit komen maken, ben je van harte welkom. Heb je wat in te ruilen, doe ook graag. Wil je liever eerst een voorstel, heb eventjes wat foto's, komen wij direct bij je terug. Dus we horen graag van je. Bedankt voor het kijken. Hoi!